Ja, nee, ik ben heel blij met het antwoord. Want we moeten natuurlijk oppassen dat er niet allerlei paniek ontstaat. Hè? Ja. Want er zijn een hele hoop vaccinaties die goed zijn. Maar er zijn toch een hoop verontrustende berichten. Hè? En ik noem er dan een aantal. Het Sint-Elisabeth verpleeghuis in Amersfoort. Woonzorgcentrum De Meander in Zeelen. Verpleeghuis Liemerij in Zevenaar. Zorgcentrum Heelwijk in Heesink. Ik heb een hele rits. U heeft waarschijnlijk ook al die gevallen gelezen. En daar wordt een verpleeghuis gevaccineerd en een week later heb je een corona-uitbraak. En mijn vraag was eigenlijk, ja, als er zoveel van dat soort gevallen is, dan, ja, toeval bestaat niet. Hè? Dus kan het dan niet zo zijn dat de PCR-test positief uitslaat na zo'n vaccinatie? En dat we daardoor dat zien, hè? Dat er mensen overlijden is één ding, maar dit lijkt te toevallig. Dus ik was benieuwd naar de verklaring en ik heb ook gevraagd aan de heer Van Delden of dat geregistreerd werd. Nou, dat werd gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet, maar ik ben benieuwd naar uw antwoord. Ja. De minister. Even heel precies. En ik zou echt heel graag met de heer Van Hagen de afspraak willen maken om zo feitelijk mogelijk en zo precies mogelijk hierover te zijn. Want je komt van alles tegen op social media en met name dit type verbanden worden heel snel gelegd. En dat kan heel giftig zijn. Want als in het hoofd van mensen gaat ontstaan dat vaccinaties gevaarlijk zouden zijn, dat je daar ernstige bijwerkingen door zou kunnen krijgen, mogelijk zelfs door zou kunnen overlijden. Als dat het verhaal wordt, kan dat iets doen met de vaccinatiebereidheid. Vaccinatiebereidheid is gelukkig heel hoog. We hebben Koreaanse cijfers. Nou, de onderzoeken een paar maanden geleden wezen echt anders uit. Inmiddels hele hoge vaccinatiebereidheid. En die vaccinatiebereidheid, die gaat ons uit de crisis helpen. En die moeten we hoog zien te houden. Dus laten we zo feitelijk mogelijk zijn. Dat moet echt de afspraak zijn. Dan over Larep. Ja, even heel precies over Larep. Larep heeft als taak om alle meldingen te onderzoeken en alle meldingen te analyseren. En vervolgens daar in alle transparantie over te berichten. Als er een verpleeghuis is, alle verpleeghuizen worden tegelijkertijd ongeveer gevaccineerd. Als er een verpleeghuis is waar de ene week vaccinatie is geweest en de volgende week een uitbraak, is dat in zoverre helemaal volgens het patroon wat je ook verwacht, namelijk gegeven de stand van de epidemie, vinden er gewoon veel besmettingen plaats in verpleeghuizen. Mensen een week nadat ze gevaccineerd zijn, zijn natuurlijk nog niet volledig beschermd. Dus ja, dat virus kan daar inderdaad nog huishouden. Dus een verhaal, ja, maar ik denk dat die besmetting komt en dat die ziekte komt omdat er gevaccineerd is, is buitengewoon gevaarlijk en ook gewoon onwaar. Dus wat we moeten doen is alle bijwerkingen melden bij Larep. Vervolgens Larep dat laten onderzoeken en daarover in alle onafhankelijkheid en alle transparantie over laten rapporteren. Nou, en dan zijn er dus bijwerkingen gemeld. En die bijwerking bestaat uit spierpijn en uit hoofdpijn en uit je niet lekker voelen en uit vermoeidheid en pijn bij de prikplek en zo. Allemaal huistuin- en keukenklachtjes die volstrekt overeenkomen ook met de bijwerkingen zoals die ook gemeld waren in het klinisch onderzoek. Dus daar is niks geks aan de hand. En als dat wel zo is, is het Larep's taak om dat aan ons te melden. En dat is het moment waarop ik de Kamer informeer. Ja. En laten we nou niet paniek gaan zitten zaaien, terwijl dat echt niet nodig is. En zelfs ondermijnend zou kunnen zijn voor de volksgezondheid. De heer Van Hagen. Ja, voorzitter. Nou ja, ik zei helemaal geen paniek. En het is voor het vertrouwen in de overheid en voor het vertrouwen in dit proces uitermate belangrijk dat er geen bias is naar één of andere kant. Dus als er dit soort uitbraken zijn, en die zijn consequent een week of twee weken nadat er gevaccineerd is, dan is dat goed om dat te onderzoeken. En dat is juist ontzettend belangrijk, ook in uw belang, om daar transparant over te zijn. En daarom was mijn vraag ook van, nou, is het dan zo dat het goed onderzocht wordt? Wordt het goed geregistreerd? Ja. En is het zo dat als daar iemand overlijdt, dat er dan goed gekeken wordt, is die overleden aan de vaccinatie of is er onderliggend lijden? Nou, is mij ter oor gekomen dat dan altijd wordt gezegd, nee, dat onderliggende lijden prevaleert. Dus die wordt dan geregistreerd als iemand die overleden is aan kanker of aan hartaanval of wat dan ook. Terwijl onze ervaring bij coronadoden precies andersom is. Iemand komt met een auto-ongeluk op de IC, krijgt een wattenstaaf in zijn neus en wordt een coronadode. Dus daar zit een bepaalde onzekerheid en mijn vraag is erop gebaseerd. Niet om hier paniek te gaan zaaien. Dit is echt gevaarlijk. Nou, ik ben nog even bezig. Nepnieuws verspreiden. We zitten midden in een pandemie. Voorzitter, dit gaat hier over ernstige zaken. Dit kan echt niet. Ik ben midden in een pandemie. Wat niet kan, is nepnieuws verspreiden over hoe het zit met coronabesmetting in Nederland, hoe het zit met gevaren rondom vaccinatie.
Dat kan niet. Dat kan niet midden in een pandemie. Dat is gewoon gevaarlijk. Dat ondermijnt de bereidheid om je te willen laten vaccineren. En daarmee is dat een ondermijning van de volksgezondheid. En dat kan. Voorzitter, dit is verwerpelijk. Ik was meer in de zin, u geeft niet in. Dit is echt heel raar. Ik vraag alleen om een oprechte, nauwkeurige en deugdelijke registratie. En de reactie van de minister, die is echt verontrustend. Maar ik laat het hierbij, want we komen hier duidelijk niet uit. Ik vind het uitermate vervelend. Goed. Goed.